Heb je de losse items gemist? Goed nieuws, ik vat ze nog even samen. Het ging namelijk over Captain Toad en Icicle. Here we go! Captain Toad en de Treasure Tracker. Ik keek al een tijdje uit in deze game en ik had hem al een paar keer heel kort kunnen spelen. En zeker nadat we Toad terug hadden gezien in die 3D Mario voor de Wii U, wilde ik heel graag met Toad wat puzzeltjes doen. En het kan nu dan eindelijk, want hij is er, Captain Toad en de Treasure Tracker. Bereid je voor op een verfrissend puzzelavontuur in de vorm van Captain Toad, Treasure Tracker. Na het succes als bonuslevels in Super Mario 3D World mag Captain Toad op stap in zijn eigen game. De gameplay blijft ongewijzigd. In een hele reeks aan kleine 3D-puzzels moet jij Toad naar de Gouden Ster in het level loodsen. En uiteraard is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. Door de camera te draaien krijg je een ander inzicht op het level en moet jij de puzzels proberen op te lossen. Ook is het mogelijk om vijanden kort aan te vallen met een aparte bijl. Captain Toad Treasure Tracker is nu verkrijgbaar op de Wii U. Ik probeer niet te erg te glimlachen, maar Captain Toad en de Treasure Tracker zorgt er echt voor dat ik gewoon weer een prethoofdje krijg. Want oh my god, dit is echt een heel leuk, kneuterig, maar gewoon leuk spelletje. Zeker omdat je allemaal van die kleine puzzeltjes hebt, denk je, oké, weet je, ik doe er nog eentje. En weet je wat, who cares, ik doe er gewoon nog eentje. Waardoor je uiteindelijk gewoon een aantal uur in dat spel zit. Wat ik wel met dit spel heb, is dat het niet echt aanvoelt als een Wii U game. Meer als een DS-spel of zelfs een mobile game. Maar dan nog, met een mobile game of met een handheld game, kan je nooit deze kwaliteit bereiken. Het spel ziet er gewoon ouderwets Nintendo goed uit. Maar het is gewoon allemaal heel klein en compact. En ook dit geeft dan weer een uitdaging. Want meestal ben je het gewend om van punt A helemaal door te rennen naar punt B. Maar hier is punt A en B. Het kan net zo goed boven elkaar zijn, maar dan nog duurt het een uur voordat je er eindelijk bent. Wel merkte ik al dat ik heel snel gewoon mijn grote tv-scherm uitdeed. Echt alleen maar op die Wii U-pad speelde. Want dan kan je het spel wat dichterbij halen. Want doordat het zo klein is, is het gewoon heel lastig om het allemaal te zien. Ook voelde de controls een beetje raar, want je gebruikt allebei thumbsticks om en naar voren te lopen en je beeld te veranderen. Maar als je ook met die Wii U-mode beweegt, dan beweegt je scherm ook weer. En dit is heel erg wennen. Niet slecht, maar als je uiteindelijk in zit, dan werkt het wel. Het is toch een beetje de vraag, is dit nou echt een grote console-game of niet? En je moet het wel echt hebben gespeeld om dat te kunnen waarderen en anders denk je waarschijnlijk, het is niks. Maar heel stiekem, dat kleine toadpoppetje, ook gewoon een hele goede character voor een game. Je kent wel die spellen met de Happy Wheels, dat je ergens op zit en dat je al rijden naar een punt B moet komen. Icicle en Thin Ice is ongeveer hetzelfde, maar met een hele andere stijl. In Icicle on Thin Ice voor iPad of iPhone stap jij als Dennis op een fiets. Al fietsend moet jij door uiteenlopende absurde werelden rijden en onderweg obstakels ontwijken of puzzels oplossen. Op je tweewieler ben je in staat om voor en achteruit te fietsen. Verder kan je springen om obstakels te vermijden en met behulp van een paraplu zweven. Het spel telt in totaal 20 levels en is verkrijgbaar via iTunes. Bij het opstarten van Icicle on Thin Ice was ik al verrast. Want deze mobile game heeft gewoon een introfilmpje en dat gebeurt niet zo heel vaak. En het was ook zo'n introfilmpje dat ik dacht, oké, wat gaan we doen? Ik heb er zin in. Want de stijl ziet er heel goed uit. Het is een beetje cartoony. Ik moest zelfs denken aan Ridiculous Fishing, wat natuurlijk echt awesome was. Dus dit kon niet anders dan heel erg cool zijn. En het was oké-ish. Het verhaal slaat echt helemaal nergens op. Je moet echt gewoon van punt A naar punt B. Maar level design is echt absurd tof gedaan. Het is niet de hele tijd hetzelfde, want af en toe val je ineens ergens doorheen. En dan is het spel uitgezoomd, waardoor je echt het idee hebt dat je in een enorme wereld zit. Zeker als je oceaanlevels krijgt. Dan is het gewoon heel erg groot ineens. En dan ga je weer dichtbij en dan verandert er weer iets in het level. En het blijft je verrassen en dat is echt het punt dat je denkt, oké, ik wil nog meer en verder en nog een keertje. Maar uiteindelijk is dat hetzelfde en het wordt ook heel snel heel moeilijk, waardoor je denkt, oké, weet je wat, dan ben ik maar gewoon kneus. Ik ga dit spel niet verder spelen. Maar dat is zonde. Doorzetten, want die levels blijven je verrassen.
Zo, dat was de week alweer samengevat. Nu ben je weer helemaal op de hoogte. En om echt up-to-date te blijven, volg je ons op de welbekende social media. En zie ik je bij de volgende aflevering.